taarten en koekjes. Ik doe dat zoals ik dat van mijn moeder heb geleerd. Mijn ouders komen oorspronkelijk allebei uit Duitsland. En op die manier bak ik taarten. Hele lekkere taarten. En ik heb er ook 4,5 jaar geleden voor gekozen om dat biologisch te doen. Ik ben ook een gecertificeerde biologische banketbakker. Nou, dan wil je niet alleen biologisch zijn, maar dan wil je ook duurzaam zijn. Ik hoef helemaal geen verantwoorde schoonmaakmiddelen te gebruiken. Ik hoef helemaal niet energiezuinig te zijn als biologische maquetbakker, maar dat wil ik wel. Bij elke beslissing is die duurzaamheid, hoe groot dat woord is, voor mij een belangrijk ingrediënt, zeg maar. Vorig jaar in september kreeg ik een bestelling of ik een taart wilde maken voor een starting in de Javastraat van Geldgroen was het. Nou, daar heb ik een taart voor gemaakt. Ik heb het logo helemaal bestudeerd, het logo op die taart gemaakt. En bij het brengen van die taart ben ik ook blijven hangen en merkte ik dat ik het een erg leuk concept vind. Mijn dochter heeft er als vertegenwoordiger van mij nog wat langer gehangen en samen hebben wij besloten van wij willen meedoen. Alleen dat is niet zo makkelijk. Dan zitten er toch nog wat haken en ogen en wat beren op de weg. En daarom heeft het een tijdje geduurd voordat ik nou echt daadwerkelijk start met bonnenverkoop. En vandaag is het zover. Ik ga vandaag starten met de bonnenverkoop. Oh.